Een luchthaven is een inspirerende omgeving. Zo inspirerend zelfs dat vanaf 20 augustus de nieuwe comedy Zie ze vliegen van start gaat. In deze docu-comedy, die opgenomen is op Rotterdam The Hague Airport, staat de hectische wereld op een luchthaven centraal. Op 15 augustus presenteerden Carlo Boshart, Irene Moors en vaste gast in de serie Gordon de eerste aflevering aan de pers. Gordon, midden. Even het midden. Ben je blij met de reactie van vandaag op de eerste aflevering? Nou, een perspresentatie is natuurlijk altijd een soort van doodeng. Daar komt hij aan. Maar iedereen heeft toch een beetje gelachen, hebben we gehoord. Ja. Tijdens de viewing, zoals dat heet. En dat is een goed teken. Wat is volgens jou de magie van de luchthaven? Ja, kijk, een luchthaven is voor mij sowieso een heel bijzonder terrein. Ik ben luchtvaartfanaat. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, het idee is er natuurlijk al. Het is een hele bekende serie, Come Fly With Me. En Harold zei, mijn vriend, van dat is er. Maar wel heel goed gedaan. Kijk er eens naar. En toen ben ik gaan kijken. En toen dacht ik, oh, dat is Irene. Oh, dat is Gordon. Oh, dat is Chantal. Dat ben ik. Laten we het doen. Had je ooit zelf steward willen worden? Ja, ik heb ooit zelf steward willen worden. Dat is voor alle passagiers van Nederland, godzijdank, niet gelukt. Ik heb de meest valse steward van Nederland geweest, volgens mij. De opnames van de serie vielen midden in de drukke zomerperiode. Toch ondervonden de passagiers hier geen hinder van. Integendeel, ze waren weliswaar met hun opnames in onze zomerpiek. Juli was de drukste maand ooit in de geschiedenis van het Rotterdam The Hague Airport. Maar de passagiers hebben het eigenlijk ervaren als een leuke vorm van afleiding dat er ook nog wat gebeurde zo tijdens het inchecken. Rotterdam The Hague Airport is werkelijk geweldig voor ons geweest. We mochten overal draaien zonder dat de passagiers daar last van hadden. Sterker nog, ik moet je eerlijk zeggen, de passagiers vonden het alleen maar leuk, want die zagen ons. Heel veel zaten in hun eigen film. Ja. En heel veel buitenlanders kenden de serie weer. Die zeiden, oh, daar loopt Mozes. Ja. Ja. En dus die vonden het ook weer leuk. Dus echt alleen maar lof voor Rotterdam hier. Ja. Rotterdam nou, mensen! We hadden het niet beter kunnen treffen! Nee.